Bij mijn trainingen zie ik dat mensen vaak problemen hebben met het begrijpen van procentberekeningen. In deze tip leg ik uit hoe dat zit. Het gaat in feite om twee zaken. De opmaak in procenten, oftewel de getalnotatie procent, en hoe je berekeningen maakt met procenten. Eerst even de opmaak. Deze cel, waar 0,25 in staat, staat op dit moment in de standaard getalnotatie. Zet ik die in een procentnotatie, bijvoorbeeld met dit knopje, dan zie je dat daar staat 25%. 25% is dus hetzelfde als 0,25. Ga ik naar deze cel toe, dan zie je dat daar staat 25% en die staat inderdaad in de getalnotatie. Zou ik die cel leegmaken met delete en ik ga dan vervolgens hier twee getallen neerzetten en ik zet hier een optelling van die twee, is die plus die, dan zie je dat daar staat 500%. Dan zou je denken dat is toch verkeerd, maar onthoud, hij staat in een procentnotatie. Zet ik dit in een standaardnotatie, dan klopt het wel. Houd dat dus altijd goed in de gaten. In feite is het net als bij een rekenmachine. 1 keer 25%, dan zie je dat er eigenlijk ook staat 0,25. 25% betekent dus 25 gedeeld door 100. Nu wat berekeningen met percentages. Hier staat een prijs exclusief BTW. Het BTW-percentage is 21%. Hoe bereken je dan het BTW-bedrag? Dat is de prijs exclusief BTW vermenigvuldigd met het BTW-percentage. In feite is dat dus hetzelfde als dat je zou zeggen 75,021. Als ik hier zeg is die maal die, krijg ik dus dezelfde uitkomst. Omdat dit en dit gelijk is. Dan kan ik vervolgens hier natuurlijk uitrekenen wat de prijs inclusief BTW is. Is die plus die. En wil je dat dan in één keer doen? Dat kan ook. Dan bereken je de prijs maal de BTW. Dan heb je het BTW-bedrag. En daar tel je dan weer bij op. De prijs. Oké, volgende. Ik heb een factuurbedrag van 150 euro. Ik krijg een korting van 5%. Hoeveel is dan die korting? Eigenlijk is dat hetzelfde. Is het factuurbedrag maal het kortingspercentage. Wat moet ik dan betalen? Dan betaal ik het factuurbedrag min die korting. En als je dat in één keer zou willen doen, dan moet je dus zeggen, ik moet het factuurbedrag betalen en daar moet vanaf getrokken worden het factuurbedrag maal het kortingspercentage, want dat is de korting in euro's. En dan heb je het in één keer. Ander voorbeeld. De prijs in januari was 200, de prijs in februari is 220. Hoeveel is dan in procenten die prijs gestegen? Is, je pakt dan de prijs van februari en die deel je door de prijs van januari. Dan staat daar 110%, want de prijs van februari is 110% van de prijs van januari. Maar je wilt graag weten hoeveel procent het gestegen is. Dus wat moet je dan doen? Dan moet je hier van aftrekken een 1.
dan zie je die 10%. 110% min 1 is namelijk 10%. Zou de prijs nou gedaald zijn in februari, bijvoorbeeld 180, dan zie je inderdaad dat die 10% gezakt is. Volgende voorbeeld. Ik heb 500 online verkopen omzet gedraaid en winkelverkoop 800. Totaal is dat dus die plus die. Maar hoeveel is dat nou in procenten? Nou, dan pak je de online verkopen en die deel je door de totale verkopen. Die formule wil ik dadelijk gaan kopiëren. Die totale verkopen moet ik dus voorzien van dollartekens, zodat hij dat niet gaat aanpassen. Vervolgens kopieer ik dat naar beneden en ik zet beide in een procentnotatie. In het eerste voorbeeld hebben we een prijs exclusief BTW omgerekend naar een prijs inclusief BTW. In het laatste voorbeeld gaan we het precies andersom doen. Als ik de prijs ex-BTW wil berekenen, dan pak ik de prijs inclusief BTW en die deel ik door, haakje openen, 1 plus het BTW-percentage. Haakje sluiten, enter. En dan is het BTW-bedrag natuurlijk heel makkelijk uitgerekend. Is de prijs inclusief BTW min de prijs exclusief BTW. Tot zover deze tip. Tot de volgende keer.